Mediafilm is heel erg geschikt om de zaken naar je hand te zetten, om te manipuleren, om te liegen, om te fantaseren. En ik voel toch een behoefte om de dingen te laten zien zoals ze eigenlijk echt zijn. Vanaf zijn thuisbasis in Ilpendam maakt Frans Bromet nog altijd documentaires, zowel voor film als voor televisie. Zelf noemt hij zijn werk liever betrokken reportage in plaats van documentaire. Zonder scenario, zonder script en altijd zo transparant mogelijk. Ik laat het gewoon op aankomen. Als iemand ergens gaat zitten of ergens gaat staan, dan zet ik mijn camera aan en dan pas ik me aan de situatie met mijn camera. En het is niet zo, wat algemeen gebeurt, dat men zich moet aanpassen aan de camera. Is dat een kast waar je uit komt? Dat is een kast, ja. Ah. Dat noemen wij de Gouden Koets, omdat het zo'n grote kast is. Ja. Dit is uw slaapkamer hier? Ja, dit is de slaapkamer, ja. Uw bed gaat natuurlijk wel mee? Mijn eigen bed gaat mee. De andere die moet ook weg, ja. Eén bed gaat mee? Eén bed gaat mee, ja. En deze linnenkast? Ja, die moet ook weg. Die heb ik daar ook geen ruimte voor. Die moet ook weg? Ja. En is dat uw trouwfoto die hier op de kast staat? Ja. Hoe oud was u toen? 28. Ik zet ook nooit iets in scène bijvoorbeeld. Ja, vroeger heb ik dat wel eens gedaan, maar ik probeer nooit net te doen alsof de camera er niet is. En ik probeer ook nooit mijn vragen weg te snijden, wat je ook heel veel ziet. Ik wil gewoon laten zien dat je met de camera en met je nieuwsgierigheid een personage bent in het verhaal wat je laat zien. In een van zijn eerste films, De Noord, legt hij niet alleen zijn buren, maar ook zichzelf het vuur aan de schenen. Mag ik je wat vragen, Frans? Ja? Wat ben je aan het doen? Ik sla een paal in de grond. Ja, dat zie ik, maar waarom sla je die paal in de grond, als ik vragen mag? Nou, we zitten hier aan een smalle weg. Al die auto's. Het principe van jezelf interviewen, dat is ook later overgenomen door Stef Biemans. Hij heeft hier gewerkt, dus hij heeft op een gegeven moment... Hij heeft ook toestemming aan mij gevraagd van, mag ik dat ook doen? En dat vind ik natuurlijk wel leuk als mensen op die manier toch dingen overnemen. Een terugkerend thema in het werk van Frans is familie. Ja. We hebben hier 2 kinderen gekregen, Laura en Sylvia. Ja. Maar de kans dat zij ook ooit in zo'n klein huisje, in zo'n dorpje terechtkomen, is natuurlijk ontzettend klein. Ja. Ja, die huisjes zullen op een gegeven moment wel op zijn, hè? Want iedereen vlucht de stad uit omdat het er niet meer uit te houden is. Ja, familie speelt wel in heel veel producties ook een rol. Ja. Mijn familie en ook familie van anderen. Hè. In de nalatenschap staat de familie eigenlijk ook heel erg centraal. En Gemeenschap en Goederen, die serie, gaat ook over relaties en hoe ze met geld omgaan. Want jij bent de soberste van... Ja, ik ben de vrekkerigste, ja. De vrekkerigste, ja? En ik zou inderdaad, het is dat zij bij mij in de buurt wonen, dat ik me dus een beetje moet gedragen, maar... Zij houdt me een beetje bij de wereld, zeg maar. Maar hoe zuinig is Moon met geld? Heel zuinig, ja. Dus niet iedereen staat altijd te popelen, maar meestal werken mijn familieleden wel heel loyaal mee. Zijn we al begonnen of niet? Houden ze op met dat soort plichtplegingen. Er is geen verschil tussen het leven en de film. Dus we zijn altijd bezig. Ik mag best wel vragen of iets opgenomen wordt, sorry hoor. Dat vind ik heel normaal. Dat vind ik niet. Ik wil toch niet dat je gaat regisseren, hè? Dat ik ga zeggen, ga even dit doen. Helemaal niet, maar je bent allemaal bezig en dan opeens dan begint het. Dat is toch raar? Je kan toch wel zeggen, ik heb nu de camera aangezet en voor de rest wil ik gewoon precies hetzelfde zijn als ik altijd ben. Godverdorie. Leuke stemming, zeg. Familie of niet, het gaat in het werk van Frans Bromet altijd om de verhalen van mensen. En die zijn er volgens Frans genoeg. Als je met de verhalen uit de werkelijkheid verfilmt, ja, dan is er zoveel, er gebeurt elke dag zoveel overal op de wereld. Ja, je hoeft nooit ver te zoeken voor een verhaal. Ze liggen eigenlijk, het verhaal ligt in principe voor het oprapen. Het werk van Frans Bromet is nu verkrijgbaar op DVD. Bestel de box met maar liefst 17 films in de webshop van Beeld en Geluid. Wil je meer weten over Frans Bromet? Ga dan naar de dossierpagina op beeldengeluid.nl.